Hallo, ik ben Marjolein Zwart. Ik ben huisarts in Oude Pekela en op zoek naar een associé. Iets voor jou misschien? Ik woon in de stad Groningen. Wat ik ook plezierig vind voor de kinderen met sporten en mijn partner die daar werk heeft. En bovendien vind ik het plezierig om als huisarts hier te werken en daar toch een scheiding in te voelen. Dit is een kleine gemeenschap en het is goed te doen, het is relatief dichtbij. En het geeft me op weg naar huis nog even de tijd om over dingen na te denken voordat ik weer terug in het gezin sta. Ik ben op zoek naar een associé omdat het een grote praktijk is. Er spelen veel zaken. Uiteindelijk vind ik het fijn om dat te delen met iemand, te sparren. Ja, we hebben gewoon een hartstikke leuk team. En ja, wat verder erg leuk is, vind ik, is dat je hier gewoon in een gezondheidscentrum zit. Hè? Dus ook met de apotheek en met de fysiotherapie. En je merkt toch wel dat als je dan bij elkaar in één pand zit, dat je wat makkelijker naar elkaar toe loopt. En dat je wat makkelijker overlegt. Ja, het is gewoon ook een stuk gezelliger ook wel. Er spelen hier gewoon meer dingen dan alleen maar medisch. Sociaal valt er ook veel winst te behalen. En ik denk dat de combinatie heel leuk is. Dat je zowel medisch inhoudelijk dingen doet, maar ook in gezinsverband. En in familieverband zie je in het dorp veel beter wat daar speelt en wat je aan ondersteuning kunt geven. Ik heb een fulltime praktijkmanager die veel ondersteuning biedt. Ik ben aanspreekpunt, zowel voor de huisartsen om dingen te regelen als voor de assistenten. Door mijn werk als praktijkmanager kunnen de huisartsen zich focussen op de huisartsgeneeskundige zorg binnen de huisartsenpraktijk. We hebben praktijkondersteuners, 4. Schoenen mogen even uit. POH Somatiek is eigenlijk verantwoordelijk voor de chronische zorg. En wat wij eigenlijk doen is de huisarts ontlasten. Want chronische zorg is natuurlijk langdurige zorg, kost vaak ook veel tijd. Voor de diabetes doen we de jaarcontroles en de kwartaalcontroles. En mensen met op het gebied van hart- en vaatziekten doen we de jaarcontroles. En dat houdt dan in dat we bloedonderzoek doen en mensen echt bewust maken van hun leefstijl. En in hoeverre dat gevolgen heeft op hun gezondheid. De huisartsen hier in Oude Pekela en Nieuwe Pekela die hebben samen een stichting. En de stichting is bezig met innovatieprojecten. De meekijkconsulten, kindergeneeskunde en dermatologie zijn projecten die wij hier hebben lopen. En deze meekijkconsulten doen wij samen met de specialist van het OZG. En we hebben 4 huisartsenbedden. Dat betekent dat ziekenhuiszorg in dit centrum door ons kan worden geleverd voor 4 bedden. Dus patiënten hoeven voor relatief minder ingewikkelde zaken niet in een ziekenhuis te liggen. Dus er zijn veel andere zaken dan alleen huisartsenzorg, wat ik zelf heel leuk vind voor de afwisseling van de dag en van sowieso van dit beroep. Het ROS die ondersteunt op zoek nu naar een nieuwe associé. Ik denk dat hij wat breder kan kijken op langer termijn hoe we bij elkaar zouden kunnen passen. Starters en stoppers kunnen bij ons terecht voor procesbegeleiding bij praktijkovernames, bij associëren, bij een stukje duovorming. Of als starter als je meer informatie wil over het praktijkhouderschap en het vinden van een praktijk. Voor mij is het in een huisartspraktijk belangrijk dat je met een team bent, dat je het met elkaar doet, dat je het samen doet. Dus dat je ook het voor elkaar over hebt. Dat is natuurlijk zeker in drukke tijden van belang. En naast hard werken ook veel plezier kunt maken. Er is meer dan alleen maar zorgen. Dus dat vind ik fijn dat je elkaar goed kent. En met elkaar neerzet wat je wil uitdragen naar patiënten en naar de zorg. Hou je receptje direct mee?